Hallo allemaal, welkom. Ik ben heel erg blij vandaag, omdat wij de Tempelberg echt hebben gehaald. Ik ben ook heel blij. Ik kan niet geloven dat ik op de berg Moria sta. De plaats waar Abraham bijna zijn zoon Isaac offerde. Ja, Anna, maar deze plek is ook om een andere reden speciaal. Je hebt gelijk, Sam. Ik was het bijna vergeten. 2 Kronieken 3 vers 1 vertelt ons dat Salomo zijn tempel bouwde op de berg Moria op de dorsvloer van Ornan. Dat klopt. En toen, nadat de Israëlieten waren teruggekeerd uit 70 jaar Babylonische ballingschap, herbouwden ze de tempel. Maar die was lang niet zo mooi als de tempel van Salomo was geweest. Vele jaren later maakte Herodes deze tweede tempel veel mooier. Dus hier stond de tempel waar Jezus naartoe kwam toen hij 12 jaar oud was en later 2 keer heeft gereinigd. Weet je, in Matteüs 24 vers 1 en 2 toonden de discipelen Jezus de tempel die Herodes had gebouwd, omdat ze dachten dat Jezus onder de indruk zou zijn. Maar Jezus zei, voorwaar, ik zeg u, hier zal geen steen overblijven op een ander. En dat is precies wat er gebeurde. In 70 na Christus veroverden de Romeinen Jeruzalem en verwoestten de tempel. Zoals je kunt zien, werd er geen steen op de andere gelaten. Ik las dat voordat Salomo zijn tempel bouwde, koning David het land had gekocht van Ornan, de Jebusiet. Ja, dat klopt. 1 Kronieken 21 vertelt ons, omdat David alle mannen van Israël had geteld, hoewel God tegen David had gezegd zoiets nooit te doen, Gods Israël strafte met een plaag. Maar toen bouwde koning David hier een altaar, beleed zijn zonde en smeekte God om de plaag te stoppen. Oh, dat is best netjes. Dus de plaats waar David een altaar bouwde, zijn zonde beleed en Gods antwoord op zijn gebed ontving, zou later de tempel van de Heer worden, waar miljoenen slachtoffers zouden komen en vergeving van hun zonden zouden ontvangen. Wauw, ik had er nog nooit zo over nagedacht. Hey, wist je dat David nog meer profetieën over de Messias heeft uitgesproken? Oh ja? Wat profeteerde hij nog meer dan? Nou, een profetie die op dit moment in me opkomt, is dat hij profeteerde dat Jezus de Christus zou zijn, de gezalfde, de Heer, en dat hij zou zitten aan de rechterhand van zijn vader. Dat is interessant. Dat koning David Jezus Heer noemde. Ik bedoel, de term Heer is een titel van autoriteit of heerschappij. Zoals heren en dames van adel. Koning David was Heer van Israël omdat hij de koning van Israël was. Wij zijn nog steeds dat Jezus meer macht en gezag had. Dat komt omdat koning David wist dat hoewel Jezus na David kwam, hij de ware koning van Israël was, die alle vijanden zou overwinnen. Je bedoelt met vijanden toch de Romeinen? Eigenlijk had David het over nog grotere vijanden dan de Romeinen, zoals zonde, ziekte en angst. 1 Korintiërs 15 vers 25 vertelt ons dat de laatste vijand die Jezus zou vernietigen de dood zou zijn. Weet je, David was een goede koning, maar hij was een zondaar en zondigde heel veel. Net als iedereen. Jeremia 17 vers 9 vertelt ons, arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Maar David zei dat Jezus nooit zou zondigen. Psalm 45 vers 8 zegt dat Jezus gerechtigheid lief had en de zonde haatte. Jezus is onze volmaakte koning die ons het volmaakte voorbeeld heeft gegeven om te volgen. Geen enkele menselijke heerser zou ooit dat niveau kunnen bereiken. Maar voor zover ik het begrijp, is Jezus niet alleen aan de rechterhand van God om voor altijd als koning te regeren, maar hij dient ook als onze hoge priester. Je hebt gelijk, David, maar net zoals hij niet is zoals de andere koningen van deze aarde, is Jezus ook niet zoals de andere hoge priesters. Hebreeën 7 vers 17 vertelt ons dat Jezus een priester is naar de ordening van Melchizedek. En dit betekent dat Jezus geen priester was zoals de zonen van Aaron. Maar iemand die rechtstreeks door God was aangesteld om zijn stem in de wereld
en de vertegenwoordiger van de Vader te zijn, terwijl hij hier op aarde was. En Openbaringen 1 vers 13 vertelt ons dat de mensenzoon in het midden van de 7 kandelaars loopt. Wat betekent dat Jezus zelf bij ons is? Wow! De liefde die Jezus voor ons heeft, is te veel voor mij om te begrijpen. Ja. Hij is onze hoge priester. Hij is onze koning. En onze Heer voor altijd. En zijn koninkrijk zal nooit falen. Hé, hey, wist je dat het symbool van de macht van een koning niet zijn kroon is? Nee, het is zijn scepter. Dus laten we een scepter tekenen op onze mindmaps. En dan een scepter maken van papier of van iets anders. En schrijven op de scepter, dat staat in Hebreeën 1 vers 8. Uw troon, o God, is voor eeuwig en altijd. Een scepter van gerechtigheid is de scepter van uw koninkrijk. Zie je volgende week!